Mooi hè. Oeh, Aeliaat schalde weer uh, door de Kuip midweeks. Heb je het gemist? Ja, ik heb het zeker gemist. Ja, het is natuurlijk altijd mooi als, uh, als je je naam kan uh, zo in een stadion. Ja, En niet zomaar je naam roepen, maar gewoon ook echt uh, ja, iets leuks. Ja, het was een, uh, een leuke wedstrijd. We uh, stonden met rust wel 5-0 voor. En ja, dan is het alleen maar uh, nog meer doelpunten maken en uh, gereten gebleven. Ja, dat, uh, dat waren jullie. Het zwingde bij Vlaag, of wat zeg ik, bij Vlaag bijna heel de wedstrijd lang. Ja, we waren, heel de wedstrijd waren we scherp. Misschien één momentje of twee momenten uh, slaapmomentje, maar voor de rest ja. Uh, hebben we de wedstrijd uh, tot een goed resultaat gebracht. En toch is het zaak om, om ook zoiets uh, snel achter je te laten, net zoals bij een nederlaag. Omdat zondag is een heel ander verhaal, ben ik bang. Uh, ja, het is een hele andere wedstrijd, uh, maar ja. Uh, in deze tijd is er geen uh, tijd meer voor excuses. We moeten gewoon uh, Proberen onze, ja, niet. We moeten onze droom proberen, ja, gewoon laten uitkomen. En alles aan doen om, uh, om succes te hebben. En uh, dat is ook uh, een moeilijke wedstrijd, het proberen te winnen. Er wordt heel veel gezegd over uh, jullie wedstrijd op Kunstras dit seizoen. Hè. Misschien ook wel terecht, want dat waren een stuk voor stuk moeizame wedstrijden. Aan de andere kant hebben jullie op eentje na al die Kunstraswedstrijden wel uiteindelijk gewoon gewonnen. Ja, het was wel de beste Kunstras, ik dacht wel. Maar uh, dat mag geen excuus meer zijn, uh, vind ik. Uh, uiteindelijk ben je voetballer. Ja, dat hun er langer op spelen en uh, er meer aan uh, gewend zijn, zo so be it. Maar ja, wij moeten gewoon het beste ervan maken en uh, in ieder geval strijd leveren en laten zien dat wij uh, meer kwaliteit hebben. Dan uh, moeten we de wedstrijd proberen naar onze hand toe te slepen. Zijn jullie in dat kader misschien ja, je eigen lastigste vijand in het restant van deze competitie? Ja, ik denk het wel. Ja, uh, uh, yeah, we moeten gewoon in, uh, yeah, in onze eigen kwaliteit geloven en uh, in onze kunnen, wat we, wat we op het veld kunnen. Uh, yeah. Uh, ja, kunnen, 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 kunnen bijbrengen, of nee, niet bijbrengen, maar wat we kunnen ja, schade kunnen toerichten bij de tegenstander. En ja, uh, we moeten gewoon, uh, ja, gewoon 100% geven en uh, misschien wel 110 om wedstrijden uh, om te winnen. Jullie hoeven niet naar de concurrentie te kijken. De concurrentie wel naar jullie. Dat doen ze volgens mij ook veelvuldig, want er heel, wordt heel veel over jullie gezegd, ook door tegenstanders. Dat is in, in de Eredivisie vaak wel ongebruikelijk, hè? Ja, maar de tegenstanders zijn niet gewend dat fijn dat de, de eerste plek uh, bezitten, al het hele seizoen. En dan uh, gaan ze dingen roepen om ons zenuwachtig te maken, maar het raakt ons niet. Het nee, is mooi om te zien. Ja, het is, uh, het, is, het is de waarheid. We staan al het hele seizoen zelf op de eerste plek. En uh, ze hebben altijd wel wat te zeggen. En uh, ja, uiteindelijk is het aan ons om onze kwaliteit te tonen op het veld. En uh, ja, soms gaat het minder, soms gaat het goed. En uh, uiteindelijk uh, hebben we zo goed resultaat mogelijk geboekt dat we nog steeds op de eerste plek staan. Wordt er bij jullie ook gerekend onder het mom: van je kan één keer morsen en dan nog kun je kampioen worden, of juist niet? Ja, nee eigenlijk niet. We kijken gewoon leven van wedstrijd naar wedstrijd en uh, we willen gewoon elke wedstrijd uh, winnen, en zo, uh, zo goed mogelijk. En als het niet kan, als het lelijk moet, dan moet het maar lelijk. Maar we willen de wedstrijd wel natuurlijk winnen. Ja, na dit seizoen heb jij nog een, uh, nog een contract. Je gaat nog een jaar bij Feyenoord spelen, normaal gesproken. Smaakt het hier zo goed dat je me nog een keer zou willen verlengen, je contract? Niet dat ik weet, ik heb er nog niet over nagedacht. Uh, Feyenoord heeft nog niet met mij erover gesproken. Maar uh, in de voetbal is alles mogelijk. Vorig seizoen was het wel ongeveer rondom deze tijd, dacht ik toch? Dat je voor jezelf zo'n knoop doorhakte. Of kwam het echt pas na de bekerfinale? Oh, ik kwam pas naar de, naar de bekerfinale, pas later ook nog. Hoor. En uh, toen in de voorbereiding al. En toen uiteindelijk naar de voorbereiding toen ik terugkwam wat ik getekend. Hangt het er voor jou vanaf hoe het seizoen afloopt ook? En nee, ik heb, het gewoon, ik heb gewoon een onwijs goed gevoel bij Feyenoord. Uh, alles is mogelijk. Dus uh, uh, Ja, het voelt gewoon als mijn 2000. Eerste klus maar afmaken. Ja, dat zeker, dat is het belangrijkste. En uh, daarna komen andere dingen wel kijken.